Taco van der Hoorn, je staat nog altijd in het blauw. Hoe was jouw dag vandaag? Prima hoor. Ja, prima. Dus een beetje achter de rest van het peloton aangereden. En het team geholpen en naar de finish gereden. Het was nog wel best pittig. Halverwege zaten er nog een paar steile klimmings die best hard gingen eigenlijk in het peloton. Dus ik had gehoopt op een iets makkelijkere dag, maar dat speelt toch tegen. We spraken daarnet ook al Edouard Teuns. Hij zei in de ontsnapping dat jullie vanuit het peloton het gat op een bepaald moment heel snel dichttreden. Enig idee hoe dat komt? Ja, volgens mij reden ze best wel hard op die klim, vond ik, die kopgroep. Volgens mij reden ze gewoon niet zo hard meer in de finale. Dus ik denk dat dat het is. Dus ze reden best wel hard op die klim, want dat viel me wel op. Want in het peloton reden ze ook best hard en toch bleven ze op hetzelfde stuk. En toen in de finale ging het toch vrij snel met die voorsprong. En ik weet niet waarom. Zo heel hard reden we niet in het peloton, toen weer. Je hebt vandaag een relatieve rustdag genomen. Heb jij voor morgen opnieuw aanvalsplannen? Ik moet nog even kijken. Ik was eigenlijk wel het plan. Maar ik moet zeggen dat ik vandaag toch wel best moe was. En ik ga even overleggen met het team. Kijken hoe we het gaan aanpakken morgen. Oké, dankjewel. Ja, is goed.